Leslie Grieten van de Concert at Sea organisatie. Hoe is het festival verlopen? Nou, eigenlijk in één woord geweldig. Het is echt wat ik van alle kanten hoor, van voor en achter het podium, is het misschien wel de beste editie tot nu toe. We zijn nog niet helemaal klaar, maar zoals het er nu naar uitziet is het echt een geweldige editie geweest op alle vlakken. Kun je even teruggaan naar mij naar vrijdagmiddag voor de aftrap van dit festival. Hoe stond het er toen voor? Na vrijdagmiddag was de sfeer eigenlijk al heel relaxed, omdat we door het goede weer keurig op schema lagen met opbouwen. En dat haalt ook een hoop druk en zenuwen weg, dat je met z'n allen weet van het is nu goed weer en het blijft ook goed weer. Ook gedurende dagen, dus dan is die spanning, die heb je niet. Dus eigenlijk was iedereen op een hele relaxte manier klaar om te beginnen. Wat hebben jullie als organisatie anders gedaan dan vorig jaar? Nou, we hebben een aantal dingen aan de achterkant veranderd die voor het publiek niet zo zichtbaar zijn, maar dat is puur organisatorisch. We hebben dit jaar wel bijvoorbeeld Straattheater X toegevoegd aan het programma. We hebben de Loco Disco Show en Wipneus en Pim toegevoegd aan het programma om tijdens de laatste half uurtjes te draaien en af te sluiten met een set van 12 tot 1. En ik moet zeggen dat dat eigenlijk heel goed bevallen is, zodat we de mensen toch nog wat entertainment kunnen bieden. Dat ze nog een drankje kunnen drinken en dat de uitstroom naar de bus ook geleidelijk gaat. En dat is eigenlijk heel goed gelukt. Het was een heel groot feest. Heeft het weer niet voor problemen gezorgd? Het is fantastisch, maar goed, warm weer kan ook negatieve gevolgen hebben. Ja, zeker. Het is zo'n mooie dag dat je wel heel erg op moet letten. Voldoende water drinken, insmeren. Dat geldt voor iedereen, artiesten, voor achter op het podium. We hebben daar wel maatregelen voor genomen. Daar waren we ook op voorbereid. Door ervoor te zorgen dat er extra water was, dat er zonnebrand was. En we communiceren dat vanaf het podium en ook op de infoschermen van mensen. Het is geweldig, het is prachtig lekker aan zee, maar pas op, het bolletje brandt. Is het uitverkocht, het festival? Ja, we zijn vandaag zijn we uitverkocht met rond de 40.000 bezoekers. Gisteren waren dat er rond de 30.000. Dus we zijn met 70.000 bezoekers verdeeld over 2 dagen. Zijn we op deze capaciteit zijn we uitverkocht. Ik sprak Peter Slager van Bluff. Die zei volgend jaar een 6e editie. Misschien met meer internationale artiesten. Hoe kijk jij als organisator er tegenaan? Nou, ik denk dat hij daar helemaal gelijk in heeft. Ik ga niet zeggen welke acts, maar we zijn ook dit jaar bezig geweest om een aantal internationale acts deze kant op te krijgen. Dat is helaas niet gelukt. Boeken van internationale acts, dat is duurder, hè? Dat valt niet mee, inderdaad. Het is duurder. Ze moeten maar net beschikbaar zijn. Maar het mooie van deze succesvolle 5e editie vind ik dat met de komst van Radio 3FM, met de komst van de NPS op 3 juli, een uitzending van een uur op zondagavond, dat we als, met z'n allen als concert zien nog meer op de kaart staat. En dat maakt het werk als programmeur ook een stuk makkelijker. Is Concert at Sea na 5 edities volwassen geworden? Aan de ene kant wel. Ik denk dat we de afgelopen 5 jaar een hoop geleerd hebben van elkaar, zou ik ook bijna willen zeggen. Als het gaat om de gemeente, de overheden, de provincie, politie, brandweer. Wij zelf als organisatie elk jaar goed evalueren wat kan en wat moet er beter. Ik denk dat we nu een hele solide basis hadden met de editie van vorig jaar en de topeditie van dit jaar. Wat dat betreft zijn we volwassen geworden. Aan de andere kant is zo'n groot feest als dit, moet je jezelf blijven vernieuwen en moet je dingen blijven toevoegen. En wij verheugen ons erop om dit nog jaren te doen. Kun je één tipje van de sluier oplichten wat we volgend jaar kunnen verwachten? Nee.